Welkom bij Champions Classics, een reeks waarbij wij Koolka in het archief van Proximus duiken. om te gaan kijken naar historische en prachtige runs van clubs in de Champions League. Vandaag gaan we focussen op een Belgische club, Club Brugge. die in 2022-2023 een, wat mij betreft, ongelofelijke serie heeft neergezet. En ik dacht, ik ga hier twee voetbal experts aan de tafel brengen om het erover te hebben. Brian, ik zeg Brugge 2022-2023. In die groep zat een Portugese club. Ja. Dan weet ik van, Brian moet aan tafel zitten. Een beetje. Leverkusen, Atletico, Porto. Mm -hmm. De eerste keer dat wij die loting zien, hoeveel punten geloven wij dat Brugge dan op dat moment kan halen? Als we eerlijk zijn. Ik dacht, uh, ik dacht dat ik zei 1, denk ik toen. Ik dacht, ik zei wel redelijk laag. Wanneer dat je zegt één, 1, denk je dan zo van. thuis zullen die wel eens gelijk zijn? Nee, ik dacht of... zo, uh, wacht even. Ik dacht tegen Atletico gaan ze sowieso 0 op 6 halen. Tegen Leverkusen dacht ik een beetje hetzelfde. Alhoewel dat ze toen. Ze hadden toen de Champions League, maar het was zo'n moment dat ze een beetje aan het, uh, aan het terugzakken zijn. Slechte competities. Ze zijn ook, ook toen uh, dingen hebben ontslagen. De coachen, uh, pas later Xabi Alonso erbij kwam. Uh, en dan dacht ik, Porto, wel Porto thuis zal wel een puntje mogelijk zijn. En dan Porto uit, ja, dan ja. moet je verliezen. Maar veel meer punten gepakt. Ik wil iets iets zeggen. Je intro zonder prompter, magnifiek man. Ja? Uh, Alleen, nee, ja. nee. Doe niet, doe niet. Ja, ja, ja. Zonder prompter, <laughs> ik, vond, ik vond het sterk man. We dachten ook. West-Vlaamse club, dan moet je een West-Vlaamse toekomstige legende brengen. Ja. toekomstige legende dan ja, man. Ja, ja, of misschien nu al legende, ik weet het niet. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik, weet, ik, ik ben mezelf in de nest aan het werken. Nee, nee, uh, ik heb daar echt enorm van genoten, van die, van die hele uh, run. Um, als je aan mij vraagt hoeveel punten, dat ik dacht dat ze zou halen, wel ja. iets meer. Want de jaren voordien had je wel telkens zo één of twee non-matchen, dat Club Brugge er gewoon niet was, dat ze, ja, wijs 3-0, 4-0 pakten of zo. Mm -hmm. Dat ze op een doos kregen ook maar dan ook wel altijd zo'n verrassing. Krijgen we de, de ja, gelijkspel. Uiteindelijk tegen Madrid, Real Madrid. Op Madrid. zijn nou, ja. uh, met Dennis zijn doelpunt. Maar ze kunnen toch wel altijd zo verrassen. Uh, denk dat ondertussen in Europa ook wel veel grotere ploegen uh, meer op hun hoede zijn voor Club Brugge, omdat die telkens al over zichzelf kunnen uitstijgen of boven zichzelf kunnen hmm. uitstijgen. En uh, vandaar dat ik toch wel dacht dat ze maar dacht, drie, vier punten Het jaar ervoor hadden ze ook goed gedaan met Clement. ja, voilà, redelijk goed gedaan met Clement, vond ik. Ja. Dus voor mij was het een beetje moeilijk, want ik kan zijn, ik heb drama's aan Belgische ploegen in Europa want ik heb mijn wedstrijden in uh, 7-0, 9-0, al die wedstrijden dus <laughs> uh, ik die heb, zijn er geweest ja ik heb geen vertrouwen in die Belgische clubs in, maar, in Europa die waren er en dan had je ook altijd anderlecht of het was de Club Brugge maar anderlecht was lang geleden. nee recent nog anderlecht tegen Dortmund uh, oké okay, obamjang was niet normaal goed maar die anderlecht ook tegen Bayern die konden echt... die twee wedstrijden verloren hè? dat zou ik wil zeggen nee niet verloren maar die konden wel nee maar hadden, dat, een, uh... dat, is, dat is een beetje wat ik wil zeggen hè. ik vind ik vind wel uh, bij Belgische clubs en nu zijn dat veranderd, hè. vooral de afgelopen jaren. Hè. Met Union, met Club Brugge, ze hebben het echt veel beter gedaan. En nu kan ik ook wel iets hogere scores geven dan Club Brugge en de andere als die in Europa geraken. Maar toen dacht ik echt wel van, ja, Club Brugge gaat weer een pak slaag krijgen. Ze hadden ook net met een nieuwe coach, nieuwe cyclus, ook een paar speelspeel verkocht. Dus dat is weer opnieuw ja, beginnen. Ja, ja. Um, en ook in de competitie was Club Brugge op dat moment echt niet top. Nee, die hadden ook slecht begonnen. En ik denk... Want ze speelden in de competitie goed. En dan altijd weekend daarna, want ik heb nog een wedstrijd tegen Standaard op, op Sclesin. Dat ze echt dramatisch speelden, nee, maar ze ja, hadden net ja, gewonnen tegen Atletico Madrid, denk ik. Dus mm. ik kan me wel die periode die herinneren. En dat was het interessante ook met, als je kijkt naar de groep, de loting. Waarom ik ook dacht van ja, die gaan een laag aantal punten hebben, is omdat er was geen enorme klepper als een Real Madrid of een Barça waar dat je daar zegt van als je daar kun kunt stunten, dan is dat ja, geweldig. Tuurlijk, ja. Maar meestal hoopt je in die groep zo van oké, okay, je hebt één klepper, misschien een tweede ook klepper of zo semi klepper en wel, die de 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 A derde ja. ploeg is Monaco en de derde eigenlijk... ploeg zo gehoopt De derde ploeg moet eigenlijk Club Brugge zijn ja, ja. Club Brugge en, en dan, dan de vierde ploeg moet nog maar die zaten in pot vier ja. en dan zie ik de loting en het is zo ja Leverkusen Atletico Porto en dan denk je ook die drie ploegen hebben zoiets van wij kunnen hier allemaal doorgaan ja. Ja. dus die gaan allemaal naar ja, Brugge tuurlijk. kijken met de dingen van ja, wij zijn. moeten die rammel geven wij willen door naar Club Brugge en denk je ah zes punten en als de dingen als je ook kijkt naar bijvoorbeeld Porto, Porto ongeacht de groep die ze hebben gehad, want er was een moment dat ze zelfs met Bayern, uh, of dat was met Fica, maar het maakt niet uit. Porto kwalificeert zich altijd. Van waar ik me kan herinneren, ze komen altijd uit de groepsfase. Mm -hmm. Dus ik denk, Porto gaat sowieso door. Atletico mm -hmm. moet je het respecteren in de Champions League. Ja. En dan heb je Bayer Leverkusen, is ook eigenlijk een team... Dat heel sterk is. Ja, maar die stonden toen net boven ja, de gradatie. Ja, ik, dus, daarmee, dus daar was nog een beetje twijfel. Ja. Ik denk dat ze toen ook nog zo Hudson O'Day hebben gehaald. Uh, ja, die, die, die vond, was er. uitleenbasis. Dus ja. bij, bij Leverkusen kun je nog zeggen van, hè, maar in Europa is altijd een beetje wat anders. Voilà, ook andere blessure Wirtz. Tenzij Wirtz toen ook uh, bijna ja. volledig seizoen uit was. Ja. Maar zelfs daar heb je altijd zoiets van, ah ja, die hebben hun competitiestart gemist. Dat klopt. Maar die zullen in Europa, zeker als die misschien tegen Bruggen uitkomen. Ja, goed dat niet, want in Duitsland heb je altijd wel zo één grotere ploeg die dan volledig laat afweten: Schalke. En dan, denk, dan kan dat soms. Kunnen die rebounden, zoals Bayer Leverkusen mm -hmm. nu gedaan heeft? Die zijn nu een van, ja, een van de beste in Duitsland. Maar dat kan evengoed gewoon een vrije val zijn. Die nee, ja, heeft dat ook al gehad, supergoed seizoen. Uh, Wolfsburger spelen... werd de Bremen ook al aan. Ja. Wolfsburger nou, werd Bremen. En soms is dat gewoon met degradatie. Keulen, Schalke, die, ga, die spelen in Europa vaste waarden. En dan poef gewoon naar beneden. Ja. Nee, ja, nou, dat is wel. Waarden, maar maar... Club, was... Mm -hmm. club, was, wel. club was sterk. Ik denk dat het ook goed is om af en toe een beetje naar beelden te kijken. Om zich te kunnen herinneren van, ah ja. Hoe zagen die doelpunten eruit? Wat is er allemaal gebeurd? Dus we hebben een paar beelden voorbereid waar we nu even naar gaan kijken. Ik wil het hebben over Soa. Ja, Soa, Kamal Soa, die wow. dat is uiteindelijk. Um... Heb jij een Soa? Nee, man, nee, man. Nee, nee, nee Kamal Soa, die, die had me zo verbaasd, want die had voordien eigenlijk al aangetoond dat hij niet genoeg was, niet goed genoeg was. was toen overgekomen. Van uh, uh, OHGL, of toch uh, had, had bij OHGL al, uh, al wat getoond dat hij kon voetballen, vooral in het uh, middenveld. En uh, toen was zijn rol vooral om ontzettend hard te werken, te vroeten, veel te lopen. En dat was ideaal voor die jongen, want die kan eigenlijk niet zo goed voetballen, denk ik. Uh, toen ben ik soms een beetje denken aan, en nu ga ik veel mensen tegen de borst stoot, maar uh, aan Lazar van de uh, Union. Okay. Ontzettend veel, veel werk. Ik denk je, Alazar net iets beter nog kan voetballen. Ja, ja. Maar uh, Sowa had ik van verwacht in het begin. Van, ja, die was zeer snel en, en wat dribbles, Maar die doelpunten kwamen nooit. Maar ineens hier in dat systeem, om echt zo vanuit egelstelling te gaan uitbreken, was dat voor hem ideaal. En er zijn nog andere zeer belangrijke personen mm -hmm. in die, die run van Club Brugge. Maar ik denk dat Soa daar wel echt uh, degene was die toch het meest boven zijn echte kwaliteit is ja. uitgestegen. Als we nu gewoon kijken naar hoe zij doelpunten hebben gescoord en de aanvallende fases en zo, ik weet dat jij heel vaak met een tactisch oog naar beelden kijkt, heb je dan hier zo het gevoel van ah, hier viel mij wel meteen iets op of zijn mij dingen opgevallen? Ja, nee, maar ik kan me nog die campagne perfect herinneren, want ik heb daar toen ook is, uh, denk ik, de wedstrijd tussen Leverkusen en, en Club Brugge bekeken en dat was toen ook zo uh, het systeem van hoefkes met uh, drie van achter, eentje op middenveld en dan zes man van voor. En dan zie je wel dat zij gewoon heel veel, zeker in die laatste fases altijd wel zo heel veel overloads hebben, heel veel mannen in de 16. Ja, het is Zoutka die twee keer een binnen scoort, het is Solala die twee keer een binnen scoort. Dus daar zie je wel een bepaald patroon in. En ook dat doelpunt dat ze scoort, ik, tegen Porto dat ze heel combineren met drie vier mannen erdoorgaan, is gewoon fantastisch te zien. Maar dat nog is hè? ook ja. geen combinatie uit flair en dat is geen Xavier Iniesta combinatie. Nee, hè? nee, dat, is... dat, wel, dat zijn combinaties op vroeten en en krijgers. Want ja. als je kijkt van achter. Dat waren al met Björn Meijer, toen hij nog fit was, ja. was hij fenomenaal op, linksachter. Uh, ja, ja, Brendan Mechelen ja. in zijn beste periode. Uh, Diederik Boyatta mm -hmm. heeft daar ook heel veel minuten gemaakt, die ja, ze nu weg willen, uh, natuurlijk, drie. die zit daar nog altijd. Mm -hmm. uh, deze seizoen van Kasper Nielsen toonde niet wat, wat ze ervan verwacht hadden. Uh, ja. Maar verwachtingen lag, van Union lagen ook wel hoog. Lagen zeer dus. hoog. Maar wat hij wel bracht uh, in de Champions League, wat hij in de Belgische competitie niet genoeg toonde, was. Uh, zich overal voor gooien. Mm -hmm. Want in de Belgische competitie werd hij geforceerd om ook nog meer aanvallende taken op zich te nemen. En zo overgalopeerde hij mm -hmm. zich, denk ik. Maar um, in de Champions League, daar werd zo hard gelopen en, en gevochten voor elke morzelgrond. grond. Maar daar ligt, juist... ligt hem ook meer, denk ik, hè, dat tempo. Op, op dat vlak dan, hè, ja, voor, ja, dan voor een Nielsen. Maar ook, hè? denk ik, met Karel Hoefkes is dat de perfecte persoon. Ik denk dat Yvon Leko kon, kon dat ook in zijn tijd bij Club Brugge om, om zo'n groep echt... Uh, aan te vuren om zo tegen een, een, een Europese subtopper als Porto uh, oké okay, topper op dat moment Atletico Madrid en dan uh, maar ik, uh, ik, denk, ik denk dat, dat ik vind dat we daar een beetje zo overhype op dat moment want we hebben dan Brugge gezien in de competitie en dat was dan veel minder op dat moment en dat is denk ik gewoon puur omdat ja dat is Champions League iedereen weet van we kunnen een transfer maken club zou bekend om als verkopende club ja, is... actief te zijn Um, dus dat, dat hielp wel voor die speels. En dan zie je ook gewoon dat heel veel spelers boven hun waarde of boven hun prestatie gaan, uh, gaan spelen. Want je zegt hetzelfde over SOA bijvoorbeeld. Ja, ik was er niet helemaal bekend mee vanuit Leuven. Maar ik heb hem wel gezien spelen bij Club Brugge En ik vond dat wel fantastisch hoe hij zich kon uh, uh, profileren. Hetzelfde met Jutla, wat die heeft toen ook de voorstekens gemaakt vanuit Spanje. Van het, van het, van Spanje, ja. van het ja. WK. Ja. Dus je zegt wel van er zijn gewoon heel veel jongens die hun kans hebben gegrepen. En ik denk ook in dat soort voetbal is het dingen van waar we zeggen van ah, die is voetballend misschien iets minder of die is misschien minder daar. Clubs... Als jij de bal hebt in competitie en jij moet altijd het spel maken, is dat nog iets anders dan hier in het ah, maar nu telt je duelkracht, je inzet, je tactische plaatsing mm -hmm. ook evenveel mee dan je voetbalkwaliteiten. En daar hebben andere jongens zich maar ook ik... nog kunnen tonen. Want... Ik, en ze konden voetballen. Ik vond hè. toen wel dat Club Brugge inderdaad voetballend veel... Allee, niet in, over, in de buitencompetitie op dat moment, maar ze waren wel heel dominant en heel, heel hard aanwezig. Uh, met de bal, dus ik vond dat wel. Dat was zo'n hele. Rare, in de Champions League. Was, ja, ik vond, ik vond dat wel. Ik vond dat ik ze vond zo vooral. Zeer verdedigend. Ja, verdedigend wel, maar ik vond dat ze wel, zeker op die counters, dat ze dat wel goed hebben kunnen uitspelen. En dat liet me eigenlijk een beetje um, nadenken over het voetbalvermogen in België. Want ik vond daar eigenlijk de eerste stappen naar ploegen die dan iets meer dominant gaan spelen. Omdat we zien dat wekelijks met Brugge in de competitie. Mm. Maar ik vond in Europa, en er waren heel veel momenten, dat ze ook al die bal goed bij, uh, bijhaalden. Ik denk ook de vorige jaren met Clement waren ze wel een team dat zeker op bepaalde momenten de bal goed kon bijhouden En daar was ik zeker verbaasd over uh, bij een Club Brugge. En dan natuurlijk, als ze dan zien de combinatie die ze maken. Mm -hmm. Ja, ik wist niet dat club Brugge dat kon op een championship niveau. In België, ja, ja, nee, dat ja. Weet ja. We, maar nou, Ze kunnen dat af en toe, maar ik denk dat dat ook wel niet de standaard is. Niemand heeft daar sindsdien de standaard van gemaakt dat ze zo'n prestatie gaan nee, leveren. Zeker. Mm -hmm. um, je zegt daarnet ook, uh, die, die spelers, ze vroeten en ze werken veel, maar. En jij zei, de spelers die voor het transfer willen gaan, viel mij ook op als ik alle gezichten zag dat bijna alle spelers die daar toen waren, nu nog steeds bij Club Brugge zitten. Ja. Enkel Tejan Buchanan is weg. Mm -hmm. En ja. is ook terug. Soa is weg omdat hij gewoon niet goed genoeg was. Skoff zou eigenlijk al, zou moet... al lang moeten weg geweest zijn, maar die ja. is nog niet weg. Maar je hebt, maar het, je en... hebt Lange Noosa nog steeds op de bank. Hè? Ja, inderdaad. En, en ik, vroeg, ik was ook verbaasd: van, ja, dat is de periode dat Ferran Jutla in de spits startte. Ja. Die is nooit geen eerste spits geweest buiten in het begin van dat, dat seizoen. Dat seizoen, ja. Maar weten jullie nog wie dat dan eigenlijk de, de, de startende spits is die ze toen hebben binnengehaald? Ja, ja, is dat... Jaremtjouk. Roman Jaremtschuk. Ja, voor 28 ja, miljoen ja. of al was ja, dat? Ja. Er... dat was zo. De, 18, miljoen. Uh, nee, 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 48 miljoen. <laughs> nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik zag ook naar die kern en ik dacht in mijn eigen, ah, Mai en Antonio Nusa. oké, okay, ja, die is af en toe een keer. Ja. Die viel in vooral. Ja, ja inderdaad. Hoe lang was het toen ook lang geblesseerd? Hoor. eerste seizoen van Onjedika, geloof ik ook. Owen otasoi die uh, Amerikaan, ja. Weet, ja. weet je dat nog? Van ja, Loos over oh, nooit meer gespeeld. Ja, twee weken heeft hij daar gezeten. Of twee, of twee maanden heeft hij daar gezeten naar de Club Next gegaan. Uh, en dan was die uh, homesick en die, die hebben ze gewoon een half jaar terug naar Amerika gestuurd. Ja, ja. Crazy. Die hebben ze gewoon een half jaar terug uh, naar kan Amerika te gestuurd. Ik was de. dat zo, ja, ja, maar is, is, helemaal gegeten. Ja, dat was die helemaal gegeten. Hij heeft bijna niet gespeeld he. En het ja. was nog dat hoofdkunst, nee, ja. dat maar Maar over talenten, ja, ook Abba scoort daar dat eerste doelpunt. Mm -hmm. die, die gast was, was volledig geflipt Weet jullie dat nog? Ja, met die rode kaarten. Ja, die deed de vreemdste shit. Maar die scoort dan wel ja. het eerste doelpunt, het winnende doelpunt ook. Ik, ja, het is gewoon het was een heel, heel, heel leuke speler. Is toen naar Straatsburg terug, maar ik weet niet waar hij nu nog. Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat dat inderdaad zo, als het dan gaat over Champions League en die momenten, dat die jongens met talent ineens wel op een podium komen. Op zo, ah, hier kan veel meer. Mm. En hier is het misschien 90 minuten dat ik even mezelf ga overstijgen. En dat gebeurt zo vaak. Maar omdat jij het ook hebt over het. Jij vindt inderdaad dat er wel voetballend goede dingen kwamen van Brugge. Mm. Het is ook met door terug naar de highlights te kijken, naar de doelpunten te kijken, dat ik besefte van Van Aken zit in elke actie. En in België hebben we vaak zo in de competitie dat we zeggen van hij verstopt zich vooral en hij kiest zijn momenten uit en het hoeft niet allemaal aan 100%. In de playoffs is hij dan wel heel goed. Maar in die Champions league run heb ik ook door van in, elke, in elk doelpunt zit hij mee in die actie. Dus ik denk ook dat hij wel een grote invloed heeft op, op zo'n. Ja. Ah ja, we hebben goed gevoetbald, omdat hij daar heeft beslist, alleen niet beslist, hij had geen keuze van. Ja, ja, ik moet hier nu op het maximale van mijn capaciteiten spelen. En ik vind dat wel hard om hem daar dan zo bezig te zien, omdat je dan zoiets hebt van. ergens, zijt je blij dat hij heeft gekozen om te zeggen: ja. van, ik blijf gewoon in België en hier wil ik gewoon de, de beste zijn. Mm. En zijt je blij dat een club. Als Brugge dan de, de, ja, de effort doet om te zeggen: van we gaan hem houden, ook Natuurlijk. financieel. Omdat je hem eigenlijk vooral in de competitie voor de play-offs nodig hebt. En voor dat soort momenten nodig hebt. waar je nu een historische Champions Run mee hebt geschreven. Ja, ja. Daarvoor heb je zo'n spelers wel absoluut nodig, denk Op ik. Maar is het verlengde van de coach? Hè? Eerste seizoen zonder Ruud Vormer ook. Uh, ik herinner me in de competitie: was het zeer simpel om te zeggen: van ja wie heb je nodig? Ja, Ruud Vormer. Ze missen Ruud Vormer, ze missen Ruud Vormer. Mm. Iedereen zei dat. Uh, op dat moment, Hans van Aken, die kan die rol niet vervullen, want die heeft zijn volledig andere verantwoordelijkheden in het spel dan. Ja. Maar die machine klopte toen zo goed, van Clubrugge, verdedigend ook, dat hij degene was die besliste van nu breken we uit, nu doen we dit, want vandaar dat alles, alles gaat gewoon langzaam. En het is ook op dat moment een heel makkelijke manier om dan uh, in zijn situatie te voetballen, want verdedigend, oké. Okay, lukte alles. Ze lieten niet veel binnen. Buiten dan de wedstrijden als ze er vier of vijf binnen kregen. Ja. Als ze um, binnen lieten, was het in eerste wel... Ja, ja. Het was open duurder. Ja, ja, en dan was het recuperatie, Onjedika recuperatie, Nielsen, ja. um, hij aan de bal, en dan Soa die loopt, uh, loopt als, een, als een blinde zot naar voren. Uh, Jutla ook, en dan was het ja, Scovolsen, die vaak met zijn, uh, met zijn dribbelstand uh, gevaarlijk was of met zijn linker dreigde. En op die manier konden ze wel uh, gevaar creëren, maar het komt altijd vanuit de gedachte, vanuit de regie van, van Hans Van Aken, zoals dat we hem eigenlijk het, ja, wat hij het beste uit voetbalt. Je zegt het daar net van ja, ze hebben niet veel doelpunten tegengekregen. Ze hebben 11 op 18 gehaald qua punten mm -hmm. en vijf clean sheets. Wat ja. voor mij ook That was crazy. Ja, ja. toen dat ik dat terugging, van zes neerde, zes dat wisten we ook... dat. Ja, dat is. Nee, acht, zijn... zes? nee. Zes? Nee, zes. Maar dan zijn het geen vijf klinchiets. Ja, ik denk dat er vijf zijn. Vier in kliniciër. hun volledige run. Dus ja, en een volledige ronde. Uh, maar vijf klinchiets. En ja. ja, 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 dat maakt niet we, uit, want ze hebben zeven dan... wedstrijden gespeeld. Inderdaad. Eén um, wistje moeilijk. Acht wedstrijden gespeeld. Ja, maar nu moet ik eens kijken of dat vier of vijf is. Hè. Nee, maar ik heb nu het ook gezien, ze, want ik denk het was 1-0. Ik denk dat 2-0. Want tegen Benfica hebben ze alleszins geen sheets gehouden. Nee, maar tegen Benfica geen. En tegen Porto hebben ze er eentje sowieso. Het hier, dus het tegen Leverkusen kijken. hebben zij met 1-0 gewonnen, clean sheet. Ja. Uh, Porto hebben zij met 4-0 gewonnen, clean sheet. Klopt. Uh, twee. Atletico Madrid, 2-0 gewonnen, clean sheet. 3. En dan tegen Atletico gelijk gespeeld, 0-0. No, 4. No. Leverkusen, 0-0 uh, no, no, gelijk gespeeld. 5, ja, dat klopt. 5. Dus het klopt wel. Voilà. Dus ja, 11 op 18, 5 clean sheets. En in dat ding had ik ook zoiets van: 5 clean sheets, misschien moet ik ook eens gaan zien naar alles wat Mignon Letter uit ja, heeft ja. moeten halen omdat het mooi is om ja, te zeggen... Maar je zo'n team van de week gehaald. Nee, die dat van sloeg nergens op. Jongens, yeah. En dat is ook mijn ding. Inderdaad, ah ja, ze hebben gewonnen, ze hebben doelpunten gescoord, maar vijf clean sheets. Ik moet toch eens gaan checken, was die verdediging zo goed of was Mignolet zo goed? Want mm -hmm. er waren journalisten die aan hem toen vroegen van ja, gaat je nog, overweeg je nog een stap terug naar het buitenland? Ja. Yeah. Want er waren dan verschillende teams, Europese subtoppers in de top vijf competities, die toch een doelmannenprobleem hadden, hè? Was wat interesse ook mm -hmm. in hem? En dan vroeg ze aan hem: ze ja, zit om naar buiten te gaan? Allee, uh, nee, nee. terug joh. te gaan. Ik heb mijn bedrijf hier aangepakt. Ah, <laughs> ja, maar dat toont toch aan dat, hij, dat zijn verdiensten in uh, die clean sheets toch zeker niet min was. Absoluut. En het is daarmee zo met die beelden dat we dachten: van ah, misschien moeten we dat ook nog eens ja. terug in kaart brengen. En even gaan zien van hoeveel reddingen waren dat nu. En dus hebben we die beelden natuurlijk ook opnieuw voorbereid. Dat is het seizoen dat hij ook. De gouden schoen heeft gewonnen, toch? Ja, en daar, een beetje, en daar vond ik een beetje gefraudeerd, want ze hebben de gouden schoen gegeven op basis van Europese. Ja, stuk Champions, die kwam uiteindelijk de tweede ja. helft van het seizoen fenomenaal. Ja, ja maar het mm -hmm. begin was dramatisch. Maar het begin was, was minder goed. Dramatisch. En dat, ja, dramatisch. Maar dan heeft hij wel de, de Champions League run ja, daarom. Het ik ga zeggen: die, die Gouden Schoen was gefraudeerd. Want ze hebben dat gebaseerd op zijn Champions League prestaties. En er staat niet in ja, ik de ik letter hoog, van de Gouden Schoen. Ik heb toch ook het gevoel dat dat ergens dat was, wel is. Dat is oké. Zet jij een legende dat terugkomt? En dan gaan we ze dus wel verder bespreken na, na de beelden. Maar een legende <laughs> dat terugkomt, natuurlijk uh, krijg je. Maar Alex, een korte samenvatting. We kijken even naar de beelden van Simon Mignolet. Als we deze beelden zien, Brian. Ja. Snappen wij dan nog meer hoe belangrijk het is voor clubs in België om dat type spelers terug te halen? Zodat, zoals we zien dat nu een Antwerp-Alderwijl terughaalt, de ander ligt vertongen terughaalt. Ja. Omdat je weet dat die op Europees niveau nog een aantal seizoenen echt hun meerwaarde gaan kunnen tonen? Ja, leiderschap, ervaring, maar ook gewoon kwaliteit uiteindelijk. Snap je? Meneer komt terug naar België en is meteen een van de beste keepers of de beste keeper uh, op dat moment. Zouden met de andere spelers die dan ook terugkomen naar hun clubs. Um, dus dat is altijd wel belangrijk en cruciaal. En dat is ook wel een, een leuk verhaal je, dat we in België de komende jaren ook nog weer gaan zien. Uh, met speels die terugkomen, want je geeft gewoon een boost aan die competitie. Uh, je geeft ook een heel grote boost aan kwaliteit. En dat heb je gezien in die, in die fases. Mignolet heeft al dat soort wedstrijden gespeeld. Misschien niet te veel in de Champions League, maar wel hè, op hoog niveau gespeeld in de Premier League en al die dingen. Dus voor hem is dat een beetje, ja. kan niet normale wedstrijden. Maar hij heeft dan heeft net iets meer meegemaakt. Dus hij ook iets minder stress ervaart en dat kun je dan ook uitstralen naar je defensie. Want dat is wel een jonge defensie. maar had je dan mm -hmm. natuurlijk wel ervaring. Maar het is wel een jongere defensie. En dan heb je iemand daar die als je kan kalmeren. En als je dan twee, drie saves, daar geeft je als ploeg ook gewoon heel veel rust. Ook aanvallend, En je weet van oké, okay, wij kunnen ook aanvallend net iets meer gaan doen. Want we weten als, als het dan toch terugkomt in een counter, dat onze keeper het eruit kan halen. Zeker dat dopen bijvoorbeeld. Maar hij is, dat is het niveau waarop dat Simon Mignolet gewoon thuis hoort. Hè? Dat is het niveau waar hij dan mee. Ja, Mignolet... maar nu kon hij dan nog eens show. Moest eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het hij is binnen binnengehaald. Met die reden. Ja, ja, ja. Maar op dat moment, Mignolet was gewoon het niveau. Die kon even goed bij Bayer Leverkusen gezeten hebben. Vind ik op dat moment. Ja, dat denk ik ook. En ik vind niveaus... ook nog nu Belgische spelers, eh, Belgische ploegen moeten eigenlijk meer zo'n of ja in de mate van het mogelijke meer zo'n spelers binnenhalen. Want dat was een gigantische shock ook toen Mignolet binnenkwam bij Club Brugge. Er was ook nog geen Fabrizio Romano, niet omdat die niet meer bestond, maar die had die transfer ook niet nergens niet uh, aangekondigd of zo. En uit het niets was dat gewoon Mjulay die daar stond. Dat was Kopenhagen. een statement was ook. Een big sigh. Dat was ja, een statement. Zei dus, uh, inderdaad. Je zei zelf daar net van: je hebt waarschijnlijk nog nooit naar highlights van een keeper gekeken. Nee, inderdaad. Ja. Ja, ik denk ook één keer naar highlights van een doelman heb gekeken, en het is uh, Joe Hart in Barcelona die, uh, die alles pakt, maar uiteindelijk krijg je er toch nog vier in zijn doos de volgende keer. Dus, uh, <laughs> Sommige City fan is context, snap je? Wel. Want ik ging ook zeggen <laughs> dat het een ik, beetje. Ga, ik heb eentje wel herbekeken. Als we nu daar toch even over. Bezig ja, tuurlijk. Zijn. Uh, Arsenal, Man uh, United, De Gea. Ja. Maar ah, nee, Tim Howard die... tegen België ook. Die hebben we ook nog uh, herbekeken. Ah, maar die had, had die toen niet het record oh, ja, ja. gebroken. Ah, ja, van meeste, van zo, meeste in een ja. wedstrijd. 16 of zoiets. Ja, ja het was dus, want dat was Stop met En nog verliezen, hè? Als ja. met verlengingen ook en enzo ja ik, ah, ik denk dat wel. Ja, want Julian Green scoort daar nog om de verlenging in te gaan. Mm. Maar bon, terug naar Champions League. Mignolet. Ja, Mignolet, Brugge, 11 op 18. Ze zijn door in ja. een heel moeilijke groep. Maar zoals we daarnet zeiden, in de competitie doen ze het minder op En ze moment. waren al vroeg gekwalificeerd, want we wisten al na drie. Als de eerste ploeg, dan ja, ja, ze waren als eerste gekwalificeerd. Ja. En, ja, als ja. en als enige ploeg vanuit pot 4 ja, ja. overwinterd. Ja. Als je dat ziet. En je weet dat het in de competitie niet goed gaat, moet je dan op dat moment zeggen: We zetten de coach buiten? Want ik vind dat eigenlijk gek, toch, als je zo'n Europese campagne aan het neerzetten bent, mm -hmm. dat je die man buiten zet. Ja, ik, ik vind het dubbel. Ik vind uiteindelijk: Je moet de kans krijgen om dan een beetje je project weet je, af te krijgen. Maar tegelijkertijd, hoe je volgend jaar weer in die Champions League gaat staan. En hoe het op dat moment liep bij Brugge, zeg je het uit dat het niet weer al een Champions League verhaal wordt en we weten allemaal wat er allemaal financieel binnenkomt, dus zij hebben gewoon een heel tactische beslissing gemaakt met, kijk we willen of een financieel beslissing gemaakt met we weten wat er binnenkomt, we weten wat er voor nodig is en als we nu, want ik denk dat Brugge ook niet denkt van we winnen die Champions League, dus ja oké, okay, wij hebben onze cash cow al binnen met die kwalificatie, hm. uh, we met dat we worden een groep met een aantal wedstrijden te winnen, want per wedstrijd dat je wint krijg je ook al wat geld binnen, dus dat is voor hun top, maar zij denken aan ah volgend jaar willen we ook weer die 20 miljoen binnenkrijgen. dus het is wel logisch daar dat je dan um, hoefjes eruit gooit, maar als een liefhebber moet je wel zien van, ah, wat kan hij kan doen tegen een MFK. Kon jij het snappen, de beslissing snappen? Ik denk dat dat ervan afhangt. Als je het zo stelt, super goede run in de Champions League, slecht in de competitie. Als je dat zo beslist, kunnen we dat niet weten. Maar ik denk dat er, als je nu gaat luisteren naar de spelers en naar de staf, hoe dat allemaal draait, dat er wel situaties zijn waarin het mogelijk is dat dat wel de juiste beslissing is. Op dat moment zelf vond ik dat een beetje ondankbaar. Want die heeft op dat moment het meest historische gedaan uh, van de voorbije 25 jaar dat een Belgische ploeg al gedaan heeft in, in, in Europa. op dat moment. Dus ik vind dat wel ondankbaar dan, om hem dan op straat te ja, zetten. Maar je moet Langs de, de andere zien. kant. Ja. Uh, dan komt Schreuder. Ja, en hij wint dan. Woont, wordt kampioen. Dan. Ja, natuurlijk. Oké, okay. ze liggen er direct buiten uh, uit tegen Benfica. Ja. Um, maar ik denk dat dat ook wel de verwachting was ergens. Dus, nee, ik denk dat, heel veel, dat mensen grappige, dachten, heel veel mensen dachten nog van: ah, maar nou, hubris, tegen Benfica zouden ze nog iets kunnen doen. En, en dat, is grappige, dat is het grappige. grappige, je hetzelfde zoals bij de loting? zagen je op voorhand zo'n. Stel dat dat niet de historische ren is dat ze aan het doen zijn. En je zegt tegen mij: Brugge Benfica. Zegt altijd nee, nee, Benfica. Nee, nee, sorry, wacht. Ik denk dat heel veel mensen hun percepties veranderen. Na die 5-1 Pandoering daar tegen Porto. Dat mensen ja. zeiden van. Mm, Misschien is Brugge. Want ik heb, nog, ik heb me nog herinneren toen iedereen zei van. Ah, Brugge, want toen, toen zag ik terecht dat Brugge een ging worden. Mm -hmm. Dus iedereen was al een beetje aan het kijken van ah, wie wordt er tweede. Het zal wel mogelijk zijn. Maar toen ze dan die wedstrijd hebben verloren tegen Porto. Mm. ik voelde wel zo van. en ook ik zelf: van ah, het gaat switchen. Misschien is de juice Misschien, op. ja, misschien is uh, het. begon wat minder en minder te worden. De eerste vierde dat was magnifiek. Echt uh. top maar het begon steeds wat minder te worden. Gewoon een reality check van en hey, uiteindelijk die moet je rekening mee halen die laatste wedstrijd wat je speelt in november december ja er zitten wel een goede twee maanden tussen dat je dan geen Champions speelt je komt dan niet met diezelfde mm -hmm. mindset meer naar die wedstrijd Al ja, niet met dezelfde match maar iets niet meer in diezelfde flow. Maar het is wel zo dat als je kijkt naar alle clubs tegen wie zij konden loten dat Benfica wel een van de favoriete ploegen was of de ploeg die ze het liefst wilde ja, tegenkomen. Want anders maar dat is de Champions League. Hey, je komt sowieso, als, je, als je langer doorgaat, kom je sowieso uh, wereldtoppers tegen. Ja. En dan is Benfica... Een van de ploegen die je wilt loten. Daarnet uit de categorie daar hmm. net om. Dus die wilde hebben. Maar ja, het ding is, bah, Portugese ploegen spelen de Champions League is niet, ja, is, dat is dat is niet gemakkelijk. Nee, maar nee, als je Liverpool nee. bent en je wint twee keer 5-0, 5-1. Maar het is geen makkelijke wedstrijd. En, en daar hebben ze zich een beetje... kan niet zeggen. Overschat, want ik geloof niet dat. Dat is de wet van de Klopt. Ja, ik geloof ja. niet dat Club Brugge naar daar gaat en zegt van. Ah ja, nee, wij winnen deze wedstrijd gemakkelijk. Maar ze hadden een beetje die flow van in de groepsfase van het gaat lukken en dan gewoon echt. Kapot als fan, de fans daar gaan al snel uh, het gevoel hebben van. Ja, we hebben al uh, redelijk wat resultaten. En dan worden ze snel uh, Over... verwend. Ja, ja. Hè? En, en dan overmoedig of gaan we veel te veel gaan verwachten. Maar uiteindelijk is het maar de logica. Hè, dat ze eruit gaan tegen Benfica. Natuurlijk die tweede wedstrijd, uh, 5-2, denk ik. 5-1. Ja, 5-1, dat is, dat is natuurlijk wel wat pijnlijk. Hè. Maar dat is natuurlijk ook, ja, je verliest 0-2. Dus je ding is. Ja, dan, dan moet Jij je het gaan proberen. Nu, ja. Hè, ja. Je, moet nu ja, gewoon, je moet dat eens gaan proberen. En dan denk ik ook, en dat is puur qua voetbalstijl en qua mentaliteit ook. Want ik weet niet of dat iets is dat mensen per se weten over Portugees in het algemeen, bijvoorbeeld. Maar je hebt landen waar zo deelnemen is belangrijker dan winnen. Ja, 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 ja. In Portugal is dat niet het geval. Nee, nee, nee. In Portugal is dat is echt een land. België heeft al lang gehad. Hè? We, we zijn blij om erbij te zijn. Ja, in Portugal is dat not done. Hè? In Portugal is zelfs in schoolcompetities, is dat echt een ding van zo nee, nee, het speelt hier om te winnen. Ik denk ook met dat ding van wat je zegt, zo, Portugese ploegen in Europa. Ja, als je die de kans geeft van ja, we gaan nu helemaal alles. Voorop gooien en we gaan er gewoon voor. gaan, die straffen u af. En ook het is terugzet is op, uh, op dus, Benfica. Het is op Benfica. Ja, dan, dan, dan wist je dat over een auto's. Voor mij. Om plus, het is knock-out. Knock-out en groep is altijd ja, een groot zo, verschil. Inderdaad. Want in de groep, je verliest iets of zo. Maar dat is en dan zo. heb je altijd zoiets van ja, we kunnen het nog goed maken de volgende. Ja, met andere wedstrijden. En in de knock-out, dat is. Ja. Als je 2-0 -no thuis verliest, ook mentaal is dat slecht voor die spelers En daarna moet je dan nog naar Portugal gaan. En dan 5-1, want het is Stadio Daluz. Daluz. Ja, ja Drag Drag is sport inderdaad. Ja, dan is het overnaald. We gaan eerlijk zijn, is zo en Dat is een beetje het spelen in Chimbon tegen Al Dat, dat wil je ook niet meemaken. Ik ging net zeggen, dat zijn serieuze stadions. Ja, dan blijf je gewoon dat je weet, hij komt binnen... Heel dat stadion ziet rood, de Adelaar vliegt op. Ja, en, en toen je ja. Noesel loopt en naar buiten, zit dan een Adelaar, vliegen vliegt naar Nederlands. Schrik dat hij wordt meegepakt. Ja, dus ik snap wel dat je daar zoiets hebt van: ja, we gaan proberen, want ik heb geen andere keus. Het is, nee. het is dit of het is gedaan. En plus met uh, het systeem dat ze toen speelden vanuit die organisatie, is het: kun je een resultaat halen, 0-1-0-2. Maar vanaf dat je achterkomt, dan zit je in de mercosur ja. Want ze hebben niet de kwaliteit en nog niet het vermogen. Uh, en plus, je mag de onze competitie ook niet onderschatten. We spelen redelijk veel wedstrijden in België. Uh, dus het is al een zwaar seizoen geweest. Tot dan. We spelen ook redelijk lang door nog. Uh, ik weet niet hoe dat ze in Portugal uh, tijdens de winterstop uh, doorvoetballen. Ik weet dat niet, ik denk twee weken vrij, want in uh, Vertongen zei dat. Van... Ja, ja, dat kan wel. Zijn. Ja, ja. Het, is redelijk, het is toch een redelijk pittige periode, ook tijdens januari. Uh, dat, dat ik ja, wel wat spijt uh, voor, voor Club Brugge dan als ja. ze daar toch geen resultaat halen. Nu Champions League zit met een nieuw format, sinds dit seizoen. Ja, je moet zeggen welk seizoen? Sinds het seizoen 2024-25. Sterk. For ja, de titel, maar de tijd gaat de snel voorbij, jongen. What ja, the fuck? Maar. <laughs> maar ik kan me dit seizoen wel echt heel clear herinneren. Zo, waarschijnlijk omdat we hebben gecoverd met Koelkast ja, een speciaal show, check it. <laughs> um, maar ja, ik kan me dat wel echt zuiver herinneren. Maar omdat we met dat nieuwe format zitten, vraag ik mij dan of stel ik mij dan de vraag van ja. Maken wij nog kans om dit type seizoenen mee te maken? Alla Brugge, à la Gent. Um, of is dat nu iets dat we waarschijnlijk, gaan we dat misschien nog meer zien? Gaan we dat minder zien? Of wat ook gewoon een geldig antwoord is, we hebben helemaal geen idee of het nog mogelijk gaat zijn. Maar denken we dat dat invloed gaat hebben? Er zou wel een ploeg zijn van mindere kwaliteit dat zich zo gaat manifesteren. Want dat gebeurt op elk toernooi. Op in elke competitie gebeurt dat wel eens een keer. En ik denk dat dat wel weer zal gebeuren. Als je nou nu aan mij vraagt welke competitie, dan ga ik zeggen: I don't know. Maar we zien het wel, we gaan het wel weer terug. Want ik stel me eigenlijk de vraag: wat dat je hier had, is. Je kunt een ploeg de eerste wedstrijd verrassen. En dan is het vooral. Oh, en nu die, terug, die ja, terugwedstrijd. Ja, ja. En dat is nu weg. Dat is nu weg. Er is geen terugwedstrijd. Tch, ploeg, dus je ik, zou eigenlijk ik, vaker kunnen verrassen. Denk ja, ik. toch wel. Al is het maar wel ploeg zo... komt nu wel veel zakelijker naar wedstrijden toe. Want zij weten van het is one and done. Thuis of uit. Dus het is niet meer van we moeten nog calculeren en ah, we kunnen misschien hier een punt pakken. Ja, true. Dan, want veel ploegen gaan voor in de jamziek of voor een 4 op 6. We moeten thuis winnen en mm -hmm. uit of zoiets kunnen pakken. Voilà. Ik zie het niet moeilijker door de, het format van een, uh, dat maar één wedstrijd is. Ik denk dat het moeilijker is voor Belgische ploegen, uh, en eigenlijk ook niet moeilijker voor Belgische ploegen, want andere competities hebben datzelfde probleem, dat er gewoon meer wedstrijden zijn. Ja. Want het, het feit dat je uit en thuis speelt... Iedereen heeft daar nu, zeker bij de loting van Club Brugge, veel over gezegd en geschreven. Omdat de, de moeilijke wedstrijden zijn uit... Uh, ze, zijn thuis. Uh, op, thuis, ja. ja. En de makkelijkere zijn uit, waardoor dat, dat ook weer een moeilijker ja, gegeven is. Ik, ja. um, Want daar ga je punten laten liggen. Maar ik blijf wel ergens geloven dat je als Belgische ploeg niet elk jaar kunt verrassen, maar om de vijf jaar en uiteindelijk hebben we dat ook nodig voor onze coëfficiënt. Ik heb er mij dat seizoen van Club Brugge in 2022 dat er ook in de andere competities zeer goed gepresteerd werd. Union, denk maar ik. denk dat dat. Het jaar dan? is dat we de Union is toen verder gegaan. Ja, union, het is daar ah, dat we, we overal. Istaarse, jaar, ja, eerst jaar union, union, denk ik. dat Ander legt ook, conference, ook league, conference League. Conference League. Daar tegen AZ verloren. En dus die hebben super veel punten gehaald. Penalties. Zelfs Gent was toen. Uh, Gent ook, ook, ja. Die hebben super, dan, we hebben ontzettend niet. veel punten. En we hebben dat ook nodig voor onze coëfficiënt ja. Om onze Europese tickets. Om er toch zoveel mogelijk nog te halen. Uh, omdat die om de vijf jaar, denk ik. dat, dat wordt... Vijf dat jaar, inderdaad. Wordt, uh, die, wordt dat geresit. Valt dat weg, uh, de laatste jaar. Ja. Uh, dus nu is het twee jaar geleden. Dus binnen drie jaar, denk ik. Dat we nog een keer zo'n jaar hebben. Dan denk ik dat dat de oproep is dat wij moeten doen. Voordat we afsluiten vandaag. Is clubs. Ja. Prepare. We hebben jullie binnen twee jaar of drie jaar nodig om een topseizoen opnieuw neer te leggen. Want we hebben het nodig voor onze coëfficiënt. En mijn laatste vraag naar jullie toe is: ja, Was dit de beste run dat jullie hebben gezien? Of is het toch nog die van Gent in de Champions League, van een Belgische ploeg? Foo. Gent heeft het gedaan tegen Tottenham. Ja, maar dat is Tottenham, snap je? Ik dat snap dat jij als de RWL-league spreekt. Nee, dat was wel ouderwereld vertongen tot nu ah, toe. Ik ben Billy tot Ja, maar dat was ook. Uh, die I agree, I agree, Green, agree, maar ik snap that's that's League League Dat is die RWL-league spreekt. Dat is die RWL-league Ik heb het nog goed Nee, <laughs> die van Brugge was beter, in mijn opinion. Ook gewoon puur omdat zij. zij Gent is een ronde verder. Ze hebben ploegen even zo. Een tikje gegeven. maar Gent is een ronde verder. Ja, Gent is. voor Europeanen. Gent speciaal er is, omdat Gent met het systeem van Hazebroek toen, um, dat was iets dat niemand een oplossing op vond. Ah, ik weet niet, man. En in heeft zo Gent, twee, drie jaar in Europa al. hebben die echt iets teweeggebracht. Van, die hebben, we kwamen ineens met een, met een monster van een systeem waar niemand een antwoord op vond. En niemand kon ervan winnen. En denk dat het effect van Gent groter is dan dat van, uh, dat ah, dat nee, van Club Brugge, effect, ja. Maar ik denk dat de resultaten van Club Brugge wel beter waren dan die van Gent. Ik vind oh, ja, in de de een, een betere run. 11 op 18, vijf clean sheets, dat kan je niet wegnemen. Oké, okay, daarna die... Ja, maar Gent is wel verder geraakt. Die 100 van 16, waar je een paar slag hebt gekregen. Oké, okay, doe even onze ogen dicht. Maar gewoon, <laughs> wat ze hebben gedaan, ook individueel prestatie, denk ik dat voor mij Club net iets meer is gedaan. Maar... I don't care. <laughs> ik denk dat dat ook het, uh, in de historiek dat van Gent misschien langer zal bijblijven omdat Club Brugge meer successen heeft al gekend. Dus dat, dat dit seizoen uh, van 2022 valt dan tussen alle andere successen. Mm. Mm. Gent was super opvallend in het hele. Ja, maar weinig suc mm. successen heeft gekend. Ik, ik, in, de, in de voetbalgeschiedenis, waardoor dat dat dan meer eruit. Ik zal het is. zo zeggen. Ik als persoon kan me de campagne van Gent niet herinneren buiten de wedstrijd tegen Spurs. Van Club Brugge ah, ja, dat is crazy. Ik kan mij die Van wel Club Brugge is hier. Maar dat is, dat is twee jaar geleden. Club Brugge. Ja, maar ik, ik heb mijn enkel... Ja, maar nee, ik gent, alle... Kan ik me nee. wel herinneren tegen Zenit, al die zaken. Kan ah, ja. wel tegen tegen wie ze hebben gespeeld in de groep? Waar wekken ze? Ja, ik ga. niet. Nee, Wolfsburg is tegen wie dat ze eruit vliegen. Ah, okay. Okay. Zenit. C-tier. Valencia. B-tier. Um, hangt er ook vanaf wanneer. Hè? Ja, ja. En de vierde ploeg weet ik niet. Maar, het zijn, maar ik ben nu ook een beetje Zijn B en C tiers. Als je kijkt naar maar het is de reuze, niet de manier okay, is. Is A, is A ik B. Denk waarom Gent Abba speciaal was, is sowieso omdat ze overwinteren. Omdat ze nog een ronde verder geraken. Is ook de manier. Omdat ze altijd vanuit mm. eigen sterkte hebben willen spelen. Maar ik denk ook. Ik volg u dat zo Brugge minder opvalt. Omdat zij veel succes hebben gehad. Ja, gehaald. maar, wij zeggen maar dat wat als, ze hebben gedaan. Wij zeggen dat als Belgen. Ja, ja, maar wat ze hebben gedaan in die groep denk ik dat ik er toch iets boven zet want het is echt het is Atletico Het is een moeilijkere groep. Het is Leverkusen de... dat... en Porto. En dat je dan pakjes krijgt van Benfica, ja, het is wat het is. Maar ik, ik denk dat ik t, uh, mijn eigen mening ga herzien. Ik denk dat Club de betere run heeft gehad. Maar... Victory. ja, <laughs> Club de betere run heeft gehad, maar dat Gent's run wel speciaal is. Ja. ja en en dat... Maar dat was niet de vraag hè, Hermes. Dat is ja, niet erg, dat is je fuck eerste braak podcast episode. <laughs> dat <door. laughs> <That> gets... <laughs> Brian en Hermes, ik wil jullie bedanken. Ik wil Hermes alsnog een, een aangename kennis maken. Dat is de eerste keer, hè? Dat jullie samen in de show yeah. zitten? Ja, dat we samen in de kamer zijn, denk ik. Pause, ja. denk ik. Pause, hey! Oh. <laughs> de rest van de episode is hey, zien he? op OnlyFans, denk ik. Dang, uh. Damn, dat is een Dat is crazy. Maar ook naar de kijkers en luisteraars. Uiteraard, zoals jullie weten, kunnen jullie dit en alle andere episodes terugvinden. En op Pix, en op YouTube, en op Spotify. Dus geniet ervan, ga er door. Er zijn nog veel andere episodes die er zijn en die er aankomen. Subscribe op alle kanalen. Oh, de volgende. Coca Sport, Proximus, On Ensemble. Je weet van ons. Dag, Ciao.